De verdere stappen die ondernomen zullen worden in de erkenning, excuses en herstel van het slavernijverleden moeten in eenheid worden genomen. Dit zei Armand Sunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, gisteren tijdens de lezing Hoe verder met erkenning, excuses en herstel. Sunder is van mening dat pas na intensieve bewustwording de excuses op 1 juli 2023 ceremonieel aanvaard moeten worden. Reparatie draait niet om geld. Het is een spirituele zaak, meent Sunder. En daarom moet je dus ook mensen die de originele spiritualiteit kennen en beheersen, betrekken bij dit vraagstuk. En we hebben de Surinaamse regering aangeboden of gesuggereerd, er komt een, laten wij organiseren een intensieve campagne van awareness. En vervolgens, wanneer de Surinaamse gemeenschap goed op de hoogte is van wat er aan de hand is geweest, dat op 1 juli de excuses ceremonieel worden aanvaard. En wat ons betreft, dan moet de Nederlandse koning zich vrijmaken om naar Suriname te reizen, om die excuses aan te bieden als het hoogste gezag. Ook vanwege het feit, het gezag dus dat de Nederlandse koning heeft in die Nederlandse samenleving. Maar meneer Rutte mag ook komen. Sunder wijst er ook op dat in een bestuursvergadering van de Nationale Reparatiecommissie Suriname op 28 december 2022 een besluit is genomen om de regie en de coördinatie van een reparatieproces in handen te nemen. Dit is naar zijn zeggen op 4 januari ook verklaard aan president Santokki. De regering zal zich middels een cluster van ministers buigen over het slavernijverleden, maar ook een platform in het leven roepen waar de Nationale Reparatiecommissie een bijdrage zal leveren aan de invulling. Sunder gaat in op welke andere stappen moeten worden ondernomen. De connectie organiseren tussen de nazaten van de inheemse en Afrikanen in Suriname, Nederland en elders. Vervolgens het Dennis O'Brien Reparation model integreren. Dennis O'Brien is namelijk de CEO van Digicel en hij heeft verschrikkelijk veel geld verdiend in het Caribisch gebied. En hij is bereid om minimaal 1 miljard van zijn vermogen in een reparatiefonds te zetten. En de CARICOM Reparation Commission is intensief met hem bezig. Dan zijn er nog reparatiemodellen van de Nederlandse Bank, de Nederlandse gemeentes en de Nederlandse provincies. Ook die moeten worden geïntegreerd. En dan alle organisaties van nazaten van inheemse en nazaten van Afrikanen kunnen contact opnemen met de Nationale Reparatiecommissie en mensen te kunnen toetreden tot het platform. Sunder zegt dat de Nationale Reparatiecommissie Suriname zelf ook contact zal opnemen met de diverse organisaties om een duurzaam vanuit het veld en vanuit het CARICOM perspectief programma voor bewustwording en reparaties op te stellen en uit te rollen.